Welkom terug en leuk dat je weer kijkt hier op YouTube mensen. Zoals je kan zien gaat de goede kant op met de studio. Niet helemaal nog wat ik in gedachten heb, want dat moet daar uiteindelijk komen. Maar goed, dit zal de komende tijd, geen idee hoe lang, ligt er een beetje aan wanneer ik er zin in heb. Maar ik, toch, mooie oplossing toch? Ziet er goed uit. Hang in there, everybody, hang in there. Biermail, net verkregen. Echt waar, echt waar? Serieus? Ja, serieus. Dus ik heb een zorgstand voor de deur. En een mooi doosje. Ziet er goed uit. Van Pistolenpaaltje uit Haarlem. Jawel, uit Haarlem. Ik heb hem alvast even open gesneden. Hoef ik dat nu niet te doen. Scheelt weer tijd. Want mijn reviews duren vaak, jawel, te lang. Althans, dat vind ik soms. Ja, soms. Oké. Even kijken, wat hebben wij hier? Ik zet hem even aan de kant. Zo. Pistolenpaalt stuurde mij een berichtje. Hij zegt, Remy, ik zie dat je bezig bent met jouw veeltjes en dat soort dingen. En ik vind het toch wel heel gaaf als Pistolenpaaltje daartussen komt. En dat voel ik eigenlijk wel lichtelijk vereerd. Hartelijk dank, super tof. En hij stuurde mij dus een mooi zakje met veeltjes. Ik ga hem toch even openmaken. Ik ben benieuwd wat er allemaal in zit. Ik zie inderdaad veeltjes, maar volgens mij ook een kaartje. En dit soort dingen vind ik mooi. En ik heb heel veel veeltjes gehad van kijkers. Waaronder dank. Vanuit het verleden al. En ik vind het tof als, ja, als mensen kijken, zoals Pistolenpaaltje. En die dan zegt, ik wil graag jou mijn veeltjes opsturen. Dat vind ik gewoon tof. En ik vind het ook gewoon mooi. Ik zie nu inderdaad dat het twee kanten heeft. Doe ze gewoon allebei. Allebei de kanten. Komt helemaal goed. De eerste kant. Jawel. Allemaal pistooltjes met de P als loop. En het ziet er allemaal goed uit. En de andere kant. Yeah, buddy. Een beetje zo'n maffia-achtig. Ja, heel gaaf. Echt super tof. Oké. Wat zit er nog meer in? Er zitten nog wat kaartjes bij. Even kijken wat dat dan is. Kruiddam Triple. Oh vet, dit zijn etiketten. Oeh. Ziet er goed uit. Ziet er heel goed uit. Wellicht een primeurtje, denk ik. Ziet er heel goed uit. Mooi ontwerp. Kruiddamp. Klinkt ook echt lekker. Het heeft wel te maken met... Denk munitie. Pst, biertje kopen. Zwarte handel. Bitter chocolate oatmeal stout. Oeh. Ook een waanzinnig gaaf etiket. Check it out. Deze stijl. Ja, dit is wel mijn stijl. Vind ik wel echt tof. Make beer not war. Rookgordijn. Whiskey infused quadruple. Wauw. Damn. Ziet er heel, heel goed uit. Mooie etiketten, Pistolenpaaltje. Echt, ik zie het al helemaal om zo'n fles zo. Jij ook? Ik denk het wel, hè? Maar, volgens mij zitten niet alleen maar veeltjes in. Wat zit er nog meer in? Ik denk, ja, bier. En dit vind ik heel tof. Echt waar, check it out. Geen etiket, nee klopt. Wat staat erop? Testbrouwsel. Hertog Jan Grand Prestige kloon 9% drinkbaar rond de kerst. Uiteraard ga ik deze reviewen. Deze is door Pistolenpaaltje gebrouwen en moet dus een soort van kloon van de Grand Prestige zijn. Nou laat ik nou net de Grand Prestige toch ja, fijn bier vinden. Sorry voor, de, voor het licht. Ik zie dat hij een beetje schittert. Misschien moet ik toch een keer een nieuw TL'tje erin knallen. Sorry, excuus. Ja, kan niet altijd perfect zijn natuurlijk. En er zit nog een grote fles in. Heel, heel vet. 3 keer levenslang. Nee, niet het echt natuurlijk. Hè? Een lambiek. Jawel. Heel gaaf. En ook dat kenmerkende etiket... Komt daarbij terug en wat ik heel vet vind is
Dat is ook een Spotify. Ja, die kan je scannen volgens mij. En dan heb je het juiste muziekje erbij. Ziet er heel goed uit. Check gewoon even het etiket. Hoe vet is dat? 3 keer levenslang. En wat ik al zei, het is een lambiek 5,5%. En ik ben er heel benieuwd naar. Uiteraard. En uiteraard wil ik deze gaan reviewen. Tuurlijk! Pistole Pout stuurt het op. Wiki Holland reviewt het. Je weet het. Komt helemaal goed. Ziet er heel goed uit. Oh. Heerlijk. Nu al. Ja, nu al. Het is nog een beetje vroeg. Maar je snapt wat ik bedoel. Pistolenpaaltje, hartelijk dank voor deze waanzinnige, ik wou zeggen, viltjesmeel. Maar er zit gewoon zelfs bier bij. Echt waanzinnig. Maar er zit ook nog iets bij. Dat ben ik eigenlijk vergeten. Pistolenpaaltje, rookgordijn, een whisky-infused quadruple die een beetje rokerig van smaak is en flink kan aanslaan. Check it out. Snel boekje bij. Dus even kijken wat er nog meer in staat. Ze komen inderdaad uit Haarlem in 2016. We gaan gewoon nog even door. Blijf vasthouden, want je kan meer te weten komen van deze brouwerij. Pistole Paaltje is in 2016 begonnen met bierbrouwen. En dit is gaan uitbreiden en er verder mee gaan experimenteren. Ondertussen zijn er 5 eigen bieren en een samenwerking met Oude Kijk in het Vaatje. Dubbelloops Blaffer. Cool, mooie namen. Die tevens de ontwerper is van alle uitingen. Nice. Even kijken. Muziek en bier inderdaad. Is dat heel voorbij? Pistolenpaaltje. Pistolenpaaltje. Wat is nou eigenlijk Pistolenpaaltje? Het staat hierbij. Pistolenpaaltje of ook wel Paul Anton Wilking is in 1924 geboren in Amsterdam. En al vrij vroeg gefascineerd door wapens. Er gaan veel wilde verhalen rondom Pistolenpaaltje. Maar veel van deze verhalen zijn nooit bevestigd. Wat wel waar is, is dat hij in de jaren 60 een leven leidde met mooie vrouwen, snelle auto's en dus veel van die sterke verhalen. Daarna zette Paul zich in tegen dierenmishandeling. Hij had een soort knokploeg waarmee hij tegen dierenmishandelaars optrad, genaamd de organisatie ter bestrijding van wreedheid jegens het dier. Heel gaaf. Heel gaaf. Pistolenpaaltje en muziek. Een grappig feitje is dat er in 1966 een singeltje is opgenomen door Pistolenpaaltje. Mary Lou, de mooiste vrouw van Texas. Ziet er goed uit. Ziet er heel goed uit. Ja, en op de achterkant ook een tackle. Jawel. En wat staat erop? Make beer, not war. Wanneer brouwerij Pistolenpaaltje een succes wordt, is het de bedoeling dat een deel van de opbrengst wordt gedoneerd aan een goed doel dat zich inzet voor het welzijn van de dieren in geest van de echte Pistolenpaaltje. Supergoed initiatief, Pistolenpaaltje, echt waanzinnig. En uiteraard als de bieren te koop komen of te koop zijn, alsjeblieft volg eventjes Pistolenpaaltje. En beter kan niet, toch? Een goed doel en dan ook nog bier. En dan ook, het klopt, weet je, het klopt gewoon. En uiteraard, de veeltjes gaan heel snel tegen de muur, sneller dan jij denkt. Nogmaals, binnenkort review van deze jongen. En uiteraard, met kerst, proefbrouwsel. Ik hou van proefbrouwsels, vind ik zo gaaf. Nogmaals, bedankt voor het kijken. En uiteraard hoop ik jou de volgende keer weer te zien hier op YouTube, mensen. Cheers.